Karel, geeft het interview van Maxime de Kuyper na de match in Mulde perfect het gevoel mee waar wij als fans nu mee zitten? Ja, ik denk het wel. Ik voelde heel veel herkenning als ik hem zag. Zo dezelfde weemoed, dezelfde, ja, geen nonchalance, geen it is what it is, gewoon echt oprechte teleurstelling. En ik denk dat dat het enige positief is dat we kunnen meenemen uit die prestatie, uit die wedstrijd. Ja, over het gevoel van de clubsupporter en zoveel meer vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, de doelman! Met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, Scott Olsen. Frank van der Elf, het is er. William, je bent vandaag ook weer van de partij in de Klokken. Ja, laat ons zeggen, toch weer een week op Club Brugge met zeer mixed feelings, hè? Inderdaad. Ik denk dat we, zoals de week daarvoor, met ups en downs, hè, dus uitgeschakeld in de halve finale van de beker, om dan 0-3 te winnen op Genk. En dan... In Molde voel je toch, oké, hier moet gepresteerd worden. Hè, want die Europese competitie is nog het enige wat ons rest om nog iets of wat te rapen. En dan, ja, dan kreeg je die belabberde prestatie weer. Waarbij dat je eigenlijk als clubsupporter onder de grond wil zakken van schaamte. Dat je daar zo 2-1 verliest tegen een Noorse middenmotor die al maanden niet meer gevoetbald heeft. En dan heb je inderdaad wel als supporter het even gehad met club. En dat uitte zich gisteren ook wel wat op de tribunes, vond ik, in een wedstrijd tegen OHL die meer leek op een begrafenis eigenlijk tot en met het moment dat club voorkwam. Ja, nee, dat was inderdaad... Ja, het voelde het een beetje onder nul, Karel, om het bij cijfertjes te houden... Hoeveel zou je die prestatie van club geven in Noorwegen, als je een cijfer op 10 zou moeten geven daarvoor? Als je naam invult op een examen en voor de rest niets, dan krijg je 1. Dus 1. 1, ja. Ik heb op heel die wedstrijd op geen enkel moment zoiets gehad van oh ja, hier is die club, vraag mij nu... ik heb de wedstrijd actief bekeken, ik heb het voorbereid, maar vraag mij nu van, oké, wat kunnen we nog onthouden als een mooi moment van club in die wedstrijd? En ik kan niet zeggen, het betekent niet dat er geen waren, maar ze zijn gewoon ondergesneeuwd door het lamlendige voetbal dat we eigenlijk 90 minuten lang gezien hebben. En uiteindelijk scoren we op een penalty, een lullige penalty met zo'n handbal, oké, hij maakt zich breed, dus ik volg erin dat dat wel een penalty is in het gevoel van de wedstrijd. Maar ja, dat is niet Club Brugge. Een lelijke match en een lelijk doelpunt. Ja, voilà. En je voelt dat ook, dat heel die ploeg, ja... Niemand leek er goesting in te hebben. Je zit ook met een kern die alweer helemaal uitgehold lijkt. Dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Na januari... spelen we met wat jongens die eigenlijk nog niet klaar zijn. Als je zo'n Barbera ziet invallen, Homma die elk jaar dan een paar keer zijn kansjes krijgt om als invaller om iets te doen. Dat zijn jongens die nog te licht zijn voor eerste klasse. En wij spelen dat is dan onze invaller 2 en 3. En dan nog wat afgeserveerde gasten die opeens weer opgevist worden. Dat is een beetje wat dat we doen. Dus ik snap ook dat die groep... Zoiets heeft van, ja, maar waar zijn we nu eigenlijk naartoe aan het werken? Waar zijn we nu eigenlijk aan bezig? Wat is het verhaal dat we schrijven? En alles aan club is op dit moment zo triestig, bij gebrek aan een beter woord, dat ik ergens ook snap dat die prestatie in lijn daarvan ligt. Mm-hmm. En dat al onze prestaties in lijn daarvan liggen de laatste tijd. Ja, en als klap op de vuurpijl, William, nog eens daylight time. 7e keer in, 9 of 10 wedstrijden. Een goal tegen in de laatste minuten. Dus het is voor helemaal onnozel van te worden, toch?
Ja, het was weer op dezelfde manier van altijd. Hè. Die 2-3 wissels net voor tijd, waardoor dat er weer wat onzekerheid kwam in de ploeg van wie gaat waar staan. Ordonez moest dan nog Mechelen voor de laatste 10 minuten komen vervangen. En het leek mij alsof dat club wel nog, en dat was ergens nog positief, vond ik, zoiets had van we gaan nog op zoek naar de 1-2. Ik denk dat er zelfs op dat moment nog een kans is voor Barbera, die eigenlijk moet trappen, maar die dan nog wil terugdraaien. Ook zo'n eeuwige ziekte tegenwoordig bij club. We moeten allemaal nog een keer 3 keer omdraaien en terugdraaien en kappen, in plaats van gewoon te schieten naar doel. Zoals Bjorn Meijer gisteren wel deed. En gewoon kappen en schieten. En dan balverlies en de bal diep. En je voelt meteen weer de paniek. Keeper die niet komt terwijl hij moet komen. En weer al een goal tegen in de laatste minuut. Het is voor zot van te komen. En je voelt gewoon ook aan de spelers dat ze het beseffen dat het gewoon op dat moment die 1-1 meepakken is naar huis. En niet nog gelijk blinde kippen naar voren kruipen. Ik kan wel begrijpen dat de coach in dit geval ook zegt dat hij er ook zot van wordt. Ik bedoel, hij kan er zelf niet gaan staan. Mm-hmm. Hij heeft ook niet de boodschap gegeven van ga allemaal naar voren. Het is ergens ook aan uw team en aan de mensen die in dat team staan om coaching te geven. Ik denk dan aan een kapitein, ik denk dan aan een middenvelder, ik denk dan aan een centrale verdediger of de keeper, hè, Mignolet. Maar dat wordt niet gedaan. En dan krijg je weer een goal tegen. Tegen een ploeg die op zijn tandvlees zat, hè, want laat ons eerlijk zijn, na minuut 70 raakt de Molde bijna niet meer vooruit. Ja, het is gewoon triestig. Het is triestig omdat je coëfficiënt weggooit, omdat je 300 supporters die 1000 of meer euro's uitgeven om je achterna te reizen, in de steek laat, al die mensen thuis in de steek laat, en jezelf gewoon ook belachelijk maakt. Hè. Ik zie die wissel van Skof en Zinkernagel, die stonden daar aan de zijlijn klaar, alsof dat Messi en Ronaldo gingen invallen. En ze raken allebei geen bal, hè. En Zinkernagel verliest die bal dan nog daar knullig. Bon, dat is wel om hem te verdedigen. Als je daar als aanvaller je bal verliest, mag het niet meteen een goal zijn aan de overkant. Je hebt nog een middenveld, je hebt nog verdediging. En die stonden ook niet goed. Dus weer heel veel dingen die fout gaan. En daardoor ga je de boot in. En wacht er donderdag een moeilijke taak om je te kwalificeren. En dat had eigenlijk niet gehoeven. Als je daar gewoon normaal doet, kun je volgens mij 1-1 of 1-2 uit de wacht slepen. En dan heb je een ander gevoel naar donderdag toe. Ja, ik kan nog over één moment hebben, Karel, dat William net benoemde, die wissel van Zinkernagel en Skov Olsen. Dat was voor mij een beetje de typerende moment van de wedstrijd daar, want Skov die wist zelf niet eens waar hij moest gaan lopen. Het was compleet chaos. Het gameplan, we hebben het al vaak gezegd, maar het gameplan was er gewoon niet. Skov wist zelf niet eens, die moest invallen, die wist niet eens waar moet ik nu gaan staan. Maar ik vind op dat moment dan echt doodjammer dat er daar niet gewoon een keer een vraag over wordt gesteld op een persconferentie. Gewoon eens zeggen van, kijk, oké, je brengt die mensen in. Het leek alsof dat ze niet wisten wat ze moesten doen. Is er geoefend? Wat zijn de tactische plannen? We verwijzen dan gemakkelijk naar Van Bommel en Antwerp, die een standaard tactisch plan heeft om, als ze op het einde van de wedstrijd nog een resultaat moeten halen, alderwereld voorin. Maar iedereen die inkomt, weet perfect wat ze moeten doen. Bij ons lijkt dat inderdaad niet het geval. Ah, wat ligt dat? Is er geen tactisch plan en doet de trainer wat? Zitten ze daar inderdaad met 3 op een tablet te kijken en uit te tekenen en zeggen van kijk, op voetbalmanager werkt dit, we gaan dat ook een keer proberen? I don't know, ik weet het niet, kan zijn. Of verstaan de spelers het niet en voeren ze het niet goed uit, dat kan ook allemaal, maar het is gewoon, het voelt allemaal alsof dat er geen eenheid is, of dat er geen wederzijds begrip is, en ja, het klopt lijkt niet. En als ik dan over Zinkernagel moet dieper ingaan. Die komt erop, die is gehaald geweest deze zomer, op vraag van Deila, als een doublure voor Hans, die ook op de flanken uit de voeten kan. Die speelt alles, wanneer dat hij fit is, speelt hij alles van op de linkerflank. En het bericht was dat hij ook gehaald is om in de kleedkamer het vuur erin te brengen. En we gingen ervan uit van, oké, Deila heeft er een jaar mee samengewerkt, die weet dat. Maar zeggen jullie mij eens, hebben jullie al veel verschillende kleedkamers gezien, met dank aan Philip Zinkernagel, of op het veld, laat daar aan toe? Nee, dat is niet. En wat ligt dat dan? Is dat omdat Zinkernagel dat niet had, en dat Deila dat een jaar lang blijkbaar verkeerd heeft ingeschat, dat hij dat bij standaard wel leek te hebben? Of is dat hij naar club komt en dat vuur er bij ons blijkbaar niet kan uitkomen?
Ja. Dat, ik weet het niet, maar het lijkt alsof dat... in die kleedkamer eigenlijk. Maar jongens, toch echt, hè. Ja. Volgens mij is dat... Ja, die kleedkamer mist nog altijd een vormer die op tafel slaat, denk ik. Ja. Ik vond het wel grappig dat je het net had over die persconferenties en die kritische vragen. Want ik was gisteren toevallig na de wedstrijd tegen Leuven ook nog een keer gebleven voor de persconferentie. Ik was een keer niet direct naar huis gegaan nadat ik commentaar moest geven voor de blindtribune. En ik had me een keer bijgezet. En ik vond het ook heel opvallend. Maar één krant die vragen stelde trouwens. En de vragen die eruit kwamen... Sorry, ik zeg maar, dat is... Ja, dat zelf niet eens het vuur een beetje aan de schenen hebben of zelf een pittig antwoord willen krijgen. Je zou bijna denken dat ze erom doen. Als je zo'n snertmatch ziet als die van gisteren van Club en dan vraagt, kun je een keer een woordje zeggen over Hans van Aken, hoe fantastisch dat hij is? Dan stel je toch niet de juiste vraag als journalisten, denk ik. Maar dat is omdat de redactie gezegd heeft van dat zijn de artikels die we gaan brengen en we gaan niet nog eens ingaan op hoe slecht dat wel is en dat de sfeer verkeerd is. Ze hebben gewonnen, we gaan dat even laten, want anders gaan ze morgen weer vies aan de telefoon hangen, dat we weer ambetante vragen stellen. En dat is dat spelletje hè, dat ze spelen. Ze willen hun interviews nog krijgen en ze willen vooral op de gemeenschappelijke persmomenten, dus de persconferenties voor en na de wedstrijd, willen ze niet de sappige vragen stellen, want iedereen kan dan het antwoord opschrijven. Ja, ja. En dat is een... Want je zit natuurlijk met een persoon voor die in de emotie nog van die wedstrijd zit. En dat is misschien net het moment om die vragen net wel te stellen. Ja. Ik vond het toch als weer opvallend. Als ik er gisteren zat... Ik vond het heel fijn dat de machine krant de vraag stelde. Ja, voilà. We missen dan misschien eens een type Koen van Uitvangen van het Nieuwsblad, die altijd wel ambetante vragen stelde vroeger. Die doet nu zo wat... Ja, die volgt Gent... En die doet dus wat de diepte interviews, maar die is een tijdje clubwatcher geweest, een paar keer. En dat was altijd, ja, dat was altijd pittig. Die ging er wel echt voor. Dus we missen iemand die het echt durft vragen. En het probleem is met bijvoorbeeld een clubwatcher, die moet inderdaad die relatie onderhouden. Dat is taak 1. En taak 2 is journalistieke kwaliteit schrijven. Dus daar ga je nooit echt die Ja, die gaan nooit het vuur aan de schenen leggen. Ja, maar ik heb wel andere animeerdere persconferenties geweten in het verleden. Ja. Dat was, ja. Terug naar Molde. William. Ja, we hadden wel redelijk wat afwezigen ook. En hebben we Molde ook niet gewoon een beetje onderschat? Hebben we onszelf niet wat te hoog ingeschat en Molde wat onderschat? Goh, ik zou zeggen van niet, want je speelt toch met een B-ploeg, dus je speelt ook met spelers die zich moeten bewijzen. Hè. Odoi kwam in de ploeg, Jutgla, die toch al nu een paar weken de kans krijgt sinds de blessure een paar weken toch al 2-3 matchen. En die was echt oer slecht. Dus ik vraag mij toch af, je hebt dan toch Onyedika die zich weer mocht in de kijker spelen, want die heeft toch ook al een paar wedstrijden op de bank gezeten. Het is een beetje raar, want eigenlijk begin januari is alles top op Marbella Sportscamp. Iedereen is fit. Noussa komt herboren terug. En we winnen dan op Charleroi in het begin van het nieuwe jaar. En we voelen ons komen. En dan valt het weer als een pudding in elkaar. Blessures, schorsingen... Gezever, het is eigenlijk onverklaarbaar. En die match van gisteren is dan weer, van vorige donderdag, is dan weer een toonbeeld van een ploeg die op de dool is. Hè. De wedstrijd in Aarhus leek er een beetje op, maar toen was Club eigenlijk al zeker na 3-0 thuis dat het zich ging plaatsen. En nu had je toch, hoopte ik, een beetje revanchegevoel na die match op Union. Het gevoel van oké, we gaan toch nog Europees ons laten zien. Want dat was de voorbije jaren wel zo. Hoe slecht dat we ook waren in de competitie, Europees tonen we ons altijd wel. Vorig jaar in de Champions League en nu ook in de Conference League. Met die zegen op Beşiktaş, met die zegens tegen die andere teams. En goed voetbal Lugano. Eigenlijk. Ja, Lugano, goed voetbal. Of toch min of meer op Beşiktaş thuis tegen Beşiktaş was een goede wedstrijd. Bodø/Glimt was 2 keer oké. Op Bordeaux kun je ook verliezen als je klopt. Maar 2 keer resultaten haalt, maar meer ook niet. Ja, maar het resultaat was er altijd. En nu was dat er totaal niet. Ja, ik vond de formatie ook raar. Hè. Meijer en De Kuiper op links.
Ja, het was een beetje weer zoeken. Waarom speelt Koff niet? Ik weet het niet. Dus het was, ik zat eigenlijk een beetje gelaten in de zetel te kijken. En zondag tegen Genk was dat net hetzelfde. Ik zat met heel veel gelatenheid te kijken. Want ja, bij mij is de veer echt gesprongen na die wedstrijd tegen Union. Als je daar zo kinderlijk je twee keer laat vangen aan Union en die finale laat glippen. Ik heb in de laatste keer dat ik hier zat gezegd dat ik niet meer wou dat we verder gingen met Deila als we niet ons plaatsten tegen Union. En uiteindelijk zitten we daar toch in de Conference League nu met hem. En ik begrijp ook wel dat er niemand achter de hand is en dat we het seizoen beter met hem uitdoen. Maar goed, ik voel toch dat het hij zelf dead man walking is en dat het team dat ook weet. En dat helpt ook niet. Dus, nee. Ja, frustrerende donderdagavond. En ik moet zeggen, ik zat in de zetel en ik keek naar die wedstrijd alsof dat ik keek naar Gent tegen Maccabi Tel Aviv. Het is echt erg om het te zeggen, maar ik keek totaal niet met het gevoel van dit is mijn club. Mm-hmm. Ja. Puur cijfermatig is er nog heel veel om voor te spelen. Dus we kunnen nog Europees verder raken. We kunnen nog in de competitie... Ja, de play-off 1 komt eraan. We gaan moeten een Europese plaats veiligstellen. Ik denk dat het naïef is om te mikken op plaats 1 en misschien zelfs plaats 2. Maar uiteindelijk zou er nog vechtlust mogen zijn om die derde plaats vast te houden. Maar je voelt inderdaad, voor velen in hun hoofd is het seizoen al gedaan. En veel supporters denk ik ook wel. Ja. Iedereen is bezig nu met... Wie wordt er de technisch directeur? Hoe komt de opvolging van Mannaert tot stand? Hoe wordt de hele nieuwe structuur? Gaat die club verkocht worden? Dus we zijn niet bezig met voetbal, we zijn niet bezig aan het bouwen. We zijn al spelers aan het verkopen voor volgend jaar. Dus eigenlijk, de echte vragen waar dat supporters, en waarschijnlijk ook intern mee bezig houden worden, is hoe gaan we volgend jaar een keer niet rete slecht zijn? Mm-hmm. En dan hoop ik, allez, dat mag voor mij... Maar dan hoop ik dat we ook de totale analyse maken. Dat het niet alleen is van welke trainer en welke spelers, maar ook hoe gaan we bijvoorbeeld een keer zorgen dat we na 3 jaar, dat we misschien een keer niet met een hoop onverklaarbare blessures zitten waar dat er eigenlijk niet over gecommuniceerd wordt. Hoe gaan we ervoor zorgen dat de communicatie weer een beetje wat dichter bij de club staat? Dat we die spelerskern doen beseffen wie dat de clubsupporters zijn. Allee, het mentale, het fysieke, het voetbal, allee, technische, die identiteit van club weer in die ploegsamenstelling krijgen. Dat zijn allemaal belangrijke zaken. We zijn daar nu mee bezig. Eigenlijk zou dat voor het tussenseizoen moeten zijn, maar ja, het lijkt verloren. Hè. Mm-hmm. Ja. Zelf al stoten we nog door tegen Molde, alhoewel ik heb... Wat dan Molde slecht is, maar ik weet niet of dat jullie erin geloven, maar ik heb niet echt het gevoel dat we gaan doorstoten donderdag. Ik weet het niet. Ik weet niet, maar ik ga straks nog in de pronostieken vragen, maar... maar ja, ik denk wel... Dat één is dat wel een groot verschil gaat maken, is dat kunstgras en het echte gras. Ik denk dat ik wel vaak hoor dat Molde uit of Molde thuis een gigantisch verschil is, ook daarom. Oké. Dus, let's hope. Ja, dat is waar ik een beetje mijn hoop op hoop. Maar... veel animo is er alvast niet voor die thuiswedstrijd. 11.000 kaarten verkocht tot nu toe. Ik denk dat... Ze zijn toch boven de 10 geraakt. Ja. Ik heb een keer uitgerekend, ja, want voor een club van is het niet goedkoop, wat het mij kost voor een jaartje Club Brugge alle thuiswedstrijden te doen. Om een keer te kaderen in welke... Dus tot nu toe, zonder die match tegen Molde, dat ik ook... niet ga kijken om die reden. Ik vind het echt gewoon overdreven. Mm-hmm. Kom ik al aan €527 om alle thuismatchen van Club Brugge gezien te hebben. En voor een gewoon ticketje in de Noordboven overdekt. Dan heb ik nog geen pintje gedronken, nog geen biertje gedronken, heb ik nog geen sjaaltje gekocht. Nog geen transport. Nog geen transport. Ik kom met de fiets, dus dat is voor mij gelukkig ook. Dat valt mee. Alleen voor gewone mensen is dat gewoon niet meer te betalen. Nee. Als je met vrouwen en 2 kinderen wil gaan, bedoel, je bent de huur van de 3 maanden van je huis kwijt. Hè, als je een thuismatch van Club wil zien. Club heeft natuurlijk de jarenlange alleenheerschappij gehad, waarbij het fantastisch was. We titels pakten, voetbal was goed, Champions League. En dan hoor je de mensen minder zagen dat het duur is. Hè, en, ja. Natuurlijk, de vraag was groter dan het aanbod. Maar ja, dat was het. Er was ver geen plaats. Je kon geen abonnement meer krijgen. Je kon geen dingen. Dus ja, iedereen wou erbij zijn. Hè. Iedereen wou clubkampioen zien worden. Iedereen wou
wat de topspelers zien, wat Izquierdo zien in de tijd, wat Ruud Vormer gaan zien. En we konden ons ook vereenzelvigen met het team. Maar als je natuurlijk en slecht voetbal hebt, en een trainer die dead man walking is en die niemand nog wil zien, en een bestuur waar het rommelt, en een voorzitter die niet weet wat gedaan, verkopen, niet verkopen, terugblijven, toch blijven, de CEO buitenspesten, of wat. Supporters voelen dat. En dan vraag je nog eens een astronomisch bedrag voor een wedstrijd tegen Molde, een ploeg waar dat de helft nog nooit van gehoord heeft. Ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat het stadion bijna leeg zit. Dan moet je als marketeer of ik weet niet wie, welke stagiair die prijzen heeft uitgerekend. Want zo is het volgens mij gegaan. Hè. Gedeeld door 3 van de wedstrijden in de poolfase en 5 euro duurder, zoiets. Hè. Maar dan zit je in een ivoren toren dat je het niet begrijpt en niet beseft. Moest club nu natuurlijk... Allez, want het kost geld, maar alles kost geld. Cinema gaat. Ga naar Wechter deze zomer. Je bent ook €600 kwijt. En dat is 3 dagen. Hè. Ja, maar op Wechter kan je wel als kun je wel als vrouw naar het toilet gaan. Dat is op Jan Beyden altijd niet mogelijk. Dat is waar. Maar bon, de wc's op Wechter zijn inderdaad, ook allez, hobby's kosten geld, dat is waar. Maar hobby's het is kosten geld, maar goed. Ja, het is een combinatie van dingen. Hè. Het is niet enkel die dure prijszetting. Het is ook het feit dat het een donderdagavond is. We hebben ook al een shitload aan matchen gezien dit seizoen. En natuurlijk, ja, als supporter, je gaat naar die match thuis tegen Union, we winnen die match en dan verlies je daar en dan krijg je een klap. En dan verlies je een Molde, krijg je weer een klap. Dan zie je zondag weer een shit game, dan krijg je weer een klap. Dan moet je je toch gaan opladen. Hè, want ik heb het vorige keer gezegd, de mensen komen van Verviers, van Hasselt, ikzelf van Brussel elke keer. Je moet je opladen hè, om in je auto te kruipen, om 1,5 uur heen te rijden, 1,5 uur, vaak 2 uur met de files, terug te rijden. Om te kijken naar een pas van Mechelen, terug naar de keeper, terug naar Mechelen, naar spelers die weten. Dat is in combinatie met het feit dat het overal rommelt, ook in de tribunes, laat ons eerlijk zijn, het kolkt niet meer, er is niet meer de sfeer van weleer, en dat ligt aan ons ook, aan de supporters. Hè. Ja. Er was een spandoek, hoe zit het, dat we vastgehouden hebben. Dat was naar het bestuur en de spelers en het staf. Maar dat kan even goed naar de supporters gevraagd worden, hè, want dat is ook iets wat en 10 jaar geleden ging het volk er wel geweest hebben, hoor, in een 8e finale. En daar is toch een soort mentaliteitsverandering in de laatste. Er is geen eenheid meer in de supporters. Hè? Nee. Na het uitoven van Blue Army is er geen verhaal waarin dat iedereen zich achter schaarde. Ik wist, als ik klein was, wist ik gewoon wat dat Blue Army deed. Dat was indicatief voor wat dat je moest zijn als supporter. Vandaag de dag, als jong hasje naar het stadion komt, ja, heb de Eastside, heb de North Fanatics, heb de Bridges Loyals. Allee. Het heeft allemaal zijn stijl en ik ben zelf meer geneigd om naar de klassieke stijl, de Loyals, die het meest van al aanleunen bij wat dat Blue Army was, te gaan kijken, waarvoor mijn complimenten ook. Maar er is geen duidelijkheid, er is geen eenheid op dat vlak. En als we dan gaan naar individuele supporters, naar de kostprijs. Ik weet nog, ik denk in 2014 of in 2015 deden we een campagne, maar een beetje achter de schermen, ja, waar we aan bellen naar mensen. De luisteraars die het niet weten. Sorry. Ik moet dat misschien al een keer wel herhalen. Dus ik was in mijn begindagen bij Club, hielp ik de ticketing als marketeer om cold calling te doen naar supporters die een abonnement niet verlengd hebben, om eigenlijk te peilen naar 1. Waarom? En 2. Is er iets dat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat je toch verlengt? Want toen ook, we konden dat toen ook naast ons neerleggen, want we hadden voldoende vraag naar abonnementen, maar we wilden dat wel weten om te horen van wat er was. En pak bij 5% ging het over, ik ben niet tevreden met wat ik van Club zie, want toen nog niet die titel gehaald. Maar bij een grote meerderheid van de supporters pakt een kleine helft was praktisch. Dus bijvoorbeeld, ik heb net een kind gekregen en ik heb momenteel geen tijd om elke 2 weken af te zakken. Maar ongeveer de helft was toen al, kan het niet betalen. Nee. Mensen die zeiden van, sorry, maar ik heb die €300 kan ik niet leggen in juli, want ik heb dat geld gewoon niet staan. Dus dat is iets dat we wel moeten even onthouden van, inderdaad, het is echt €527. Er is heel veel geld voor veel mensen. Hè? Tuurlijk. Ja. Dus ergens moeten we daar een soort van
moet er een soort van berekening zijn van wat kost het inderdaad om een jaar naar club te gaan. En ja, er mogen niveaus zijn en er mogen clubsupporters zijn die met veel plezier 3.000, 4.000 euro per jaar aan club spenderen. Graag zelf, het is maar beter. En als ze dat kunnen spenderen, doe maar. Ik heb nu ook van onze bende van de club, zijn er 3 die naar de wedstrijd gaan donderdag. En de reden waarom is, het kan me niet bommen, maar ik heb toch niets beter te doen. En dat geld, ik ga dat niet voelen. Dan zeg ik, oké. En wij kunnen het ook betalen, maar bij mij is het een principiële kwestie ook, ja. van mij is een signaal van dit is erover. Van die willen, maar niet van die vinken. Ja. Maar er zijn gewoon veel mensen van wie dat echt duur is. Voor wie, allez, de club is een ploeg van volk en dan moet je volkse prijzen vragen. Ja, misschien als we dat wel in het nieuwe stadion, hè, want laat ons eerlijk zijn, als dat er ooit komt, dat gaat 40.000 man zijn, dat ze dan die blauwe wand, hè, die ze zo graag willen doen, die toch een soort staantribune gaan zijn. Ik hoop dan wel dat ze daar een democratische prijs doen. Hè. Het zal moeten, want, ja. Het gaat moeten. Ik volg het niet, want ik ben geen student meer, al lang niet meer. Maar in de tijd dat je voor de jeugd kon je gratis binnen, hè, als ik jong was, dan moest je wel aan de Zuid een ticketje halen, maar dan kon je gratis binnen. En dan waren er ook prijzen voor studenten. Maar is dat er nu bijvoorbeeld deze donderdag? Ja. Is dat een soort actie? Nee, niet voor individuele wedstrijden, wel voor abonnementen. Abonnementen in de Zuid wel. Maar dat is dan ook weer een gemiste kans, hè. Het is maart, de studenten zitten nog niet in blok. Je zit in Gent op kot. Ik zie zo vaak als ik met de trein Europees ga, al die jonge gasten die opstappen in Gent en die weer afstappen in Gent. Als je zegt van oké, voor 15 euro kan je als student in de Noord gaan zitten, in een spionkop. Allee, is er dan niemand binnen heel die cel daar die even nadenkt van oké, dit is wel een moment om mensen die er zijn, die studenten, of als we nu aan de Hogeschool Brugge of aan de Hogeschool Gent studeren, het zit vol met clubsupporters, zowel in Gent als in Brugge. Overal in Kortrijk, in al die... Lok die student toch met een leuk tarief van kijk, als student mag je voor 10 euro binnen. Weet ik veel wat. In Noord-boven en Noord-beneden. Hup, in de spionkop. Maar zo, we hebben dat ooit gedaan voor kleinere wedstrijden in de competitie, die middenweek waren. Dan deden we een student game en dan zijn er zelf nog bussen ingelegd. Denk ik vanuit Gent. Ik ben het niet zeker, kan mis zijn. Maar zijn er nog bussen ingelegd om studenten mee te nemen, studenten mee te nemen van aan de Overpoort of zoiets, dacht ik, naar het stadion en terug. Zodat ze ook nog konden terug thuis raken, wat ook een issue is. Hè. Als je geen auto hebt op de donderdagavond... De laatste trein helpt ook... Dan kun je wel moeten haasten, ja, klopt. Maar dat is uw inleven in uw klanten. Ja. Wat hij nu zegt, Willem, dat is perfect, uw inleven in uw klanten. En denk van, oké, we hebben een aanbod, en hoe gaan we dat gaan invullen? En we moeten natuurlijk geen marketing of sales podcast hier worden, maar ja, het is wel iets dat we ons inderdaad afvragen, hoe dat de zeer capabele mensen die er zitten, dat die dat verkeerd hebben kunnen inschatten. Ja, ik bedoel, iedereen onder de 24 of weet ik veel wat, of op basis van whatever. Weet je, nu zit er 10.000 man, oké, tegen donderdag gaat het er wel 15.000 zijn, want er zijn veel mensen, ik ben op vakantie donderdag, dus ik kan niet komen. En ik heb die vakantieboek, ik heb die vlucht pas geboekt na de loting, maar ik dacht echt, molde, oké, ik ga daar niet voor thuis blijven, ik pak een extra dag congé. Dan moest ik hier thuis geweest zijn, ik zou ook gewoon misschien zelfs 3 uur geplooid zijn. Ja, het is club en we willen toch het beste voor club ook. En voilà, en ik ga er mijn hand niet voor in het vuur steken dat een van jullie twee toch nog plooit. Ik ga niet kunnen. Uiteindelijk, ik weet het. Voilà. Ik ben mea culpa zelf gisteren niet gegaan. Ja. Ik heb gisteren de keuze gemaakt. Mijn vrouw is een beetje bedlegerig, kruisbandblessure. Ze kan nog tips geven aan Luca Ooyen. Spijtig voor de jongen ook. Maar ze heeft momenteel nog hulp bij alles nodig. En dan dacht ik van, ik kan het niet maken om niet te helpen met het eten en de kleine in bed te steken. Door het ambetante uur ook, dat gisteren was. Allee, pas op. Als je geen verantwoordelijkheden thuis hebt, is 4 uur wel een aangenaam uur om te gaan kijken. Maar het ging gisteren ook niet praktisch. Terug naar het sportieve. Een 2-1 achterstand in een heenmatch is het... Ik heb dan van Michel Berings doorgekregen via Nico. Club heeft 5 keer in een Europese confrontatie een 2-1 achterstand gehad na de heenmatch. En daarvan 3 keer doorgegaan. Carlo, ik weet niet of dat je het berichtje hebt zien passeren, of dat je de ploegen ik heb het berichtje zien passeren, maar de teams...
Ik heb hier opgeschreven. Maar ik weet de teams niet meer, dus ja. Je kunt er nog een quiz van maken, maar ik ga volledig in thuis te tasten, denk ik. Weet jij het nog, William? Hannover zat ertussen, want daar was ik bij. Ja, die hebben we verloren. Uit als thuis. En er is 11-12. 2-1 verloren daar en 0-1 thuis. Ja, er was Panathinaikos. Daar hebben we 2-1 verloren en dan 3-0 thuis met Dion Kools. Het jaar dat we kampioen worden met Prudhomme. Ja. Ja, daar was ik bij in Panathinaikos. Ja. Wat hebben we dan nog? De rest is allemaal een beetje langer geleden. Ja, de rest... De eerste keer was tegen Kickers Offerbach. Ja. In begin jaren 70. We hebben dan 2-0 thuis gewonnen, dus gekwalificeerd. En 97-98 tegen Beitar Jeruzalem. Ja. We hebben 3-0 gewonnen. En dan in 95-96 Zaragoza. 2-1 daar verloren, maar helaas ook thuis toen 0-1 de boot te gaan. Daar was ik misschien ook wel bij. Maar ik moet zeggen, dat is natuurlijk met de tegendoelpunten die nog dubbel telden. Dus nu zitten we eigenlijk toch een beetje in een andere situatie. Hè. Stel dat we 3-2 winnen, is dan is het ook verlengingen. Hè. En dat verlenging, was in het verleden anders geweest. Dus, Ja, en het verleden was 1-0 genoeg geweest om te kwalificeren wel. Ja. Ja, dus het is inderdaad... kantje boordje, maar goed, laat ons zeggen, als we al verlengingen uit de boot kunnen slepen tegen die gasten, dat we dan toch wel moeten doorgaan. Ik heb wel het gevoel dat ze bij club alles op alles gaan zetten om die wedstrijd toch door te gaan. Dat ze toch nog een aantal spelers gaan proberen klaar te stomen. Mignol is al wel terug in de goal gaan staan. En wie weet, zien we Noosa terug? Weet ik niet. Ja, zien we hem nog ooit terug, die jongen? Ik weet het niet. Weet er iemand iets van de blessures van Thiago en Noosa? Nee. Wat het de aard is van de blessure, wat het de prognose is van de blessure? Nee, ja, daar wordt niks over gezegd. Ja, goed. Is dat door het medisch geheim? Dat nu niet meer gecommuniceerd wordt? Maar het wordt helemaal niks gecommuniceerd. Allee, het is ook niet van... Nee, het is gewoon niet in de selectie. Niet in de selectie. Palanta van hetzelfde, ook niet duidelijk. Hè. Die is op Union uitgevallen, maar je krijgt ook geen... ik weet het niet. Zijn er schorsingen trouwens bij club? Of, nee, het enige is de Kuiper die wel terugkomt. Want die is wel extra erbij. En Onyedika komt ook terug in vergelijking met gisteren dan, hè, de wedstrijd van gisteren. En Palanta zal denk ik ook terug fit zijn. Erbij zijn in vergelijking met de heenmatch. Die was er toen ook niet bij in Noorwegen. Ja. Die was ziek. Dus, geeft ons weer wat meer mogelijkheden, maar ik vrees vooral dat het aanvallende Skof is totaal niet in zijn doen. Dat hebben we gisteren nog eens gezien. Zinkernagel, daar gaan we voorlopig niet te veel woorden meer aan vuil maken. En Jutgla zit totaal niet meer in de vorm van wanneer was het thuis tegen Union, waar dat het toch wel goed was en nu is het de wedstrijd. Wel, dat kan tegen Leuven. Je kan er ook niets op zeggen dat hij slecht is of zo. Nee. Ja, hij komt daar wel op de paal die met een beetje geluk paal binnengaat. En dan scoort hij een terecht doelpunt. Maar hij wordt zowel door de linesman als de VAR die weer lag te maffen afgekeurd onterecht. Maar goed, zo moeten we niet klagen. Hè. Het is een doelpunt die voor die niet telde. Maar goed, het is voor die jongens vertrouwen en zo wel belangrijk geweest. Hè. Dus, frustrerend, hè. Dat je dan achteraf ziet van het was een goal. En hij wordt afgenomen. Ja, het is al de tweede dit seizoen. Maar voor Leuven kan het wel een groot verschil maken. Hè? Goal of geen goal. Ja, want op doelpunten saldo kan je wel of niet in de regulations priority terechtkomen. En die kans zit er wel nog in dat doelpunt wel nog gaat uitgemaakt. En misschien nog gaat beslissen zelfs over wie dat er play-off 3 speelt. Dus, nog één keer teruggaan naar die match van Molde. Karel, ben ik streng als ik zeg dat onze Europese campagne mislukt is als we er uitleggen donderdag? Dan, als we dat weer een punt op 10 zouden moeten geven, als we eruit liggen donderdag, dan is het een 5. Dan hebben we net gedaan wat verwacht wordt van ons. Het enige straffe vind ik dat we in de campagne gedaan hebben, is Osasuna dan uitgeschakeld. Want dat was wel echt een sterke tegenstander. Mm-hmm. Maar de rest, lijkt me allemaal... Allee, Besiktas was... Niet het bezit dat we gewoon waren. Mm-hmm. En Lugano en Bodo Glimt ook. Bodo. Dat zijn eigenlijk echt ploegen die gewoon minder zijn dan ons. Dus, ik vind die kwartfinale, ik heb het op voorhand gezegd, ik vind dat eigenlijk met zijn gunstige loting. Je kan altijd natuurlijk in deze fase ook Aston Villa treffen of zo, en dan is het een ander verhaal. Maar we hebben inderdaad geen enkele tegenstander getroffen die beter is dan ons in de volledige
dingen. Alhoewel dat we telkens de moeilijkste loting hebben gehad, quasi. Maar er is nog altijd geen enkele echt zware tegenstander geweest die we, dat we iets tegen getoond hebben of zo. Ja. Zodat we de ironie Molde was nu toch geen sterke tegenstander die je kon loten. Nee, dat is de enige ironie loting. Zijn onderhand tegen de makkelijkste loting dat we gehad hebben, er dan uitleggen. Maar het zou misschien ook weer typisch Brugge zijn. Ja. We pakken de moeilijkste loting telkens en we gaan door. En dan pakken we een makkelijke loting en is er onderschatting en leggen we eruit. Ja. Het leek ook wel zo'n beetje een snoepreisje daar, vond ik. En dat is ook clubse fout, door die sociale media. Iedereen moest wel een keer een foto pakken van de ondergaande zon achter de fjorden. En ik weet niet waar, ik begrijp het wel. Maar jongens, toch, je gaat ervoor te voetballen en voor punten te pakken en 3 punten te pakken liefst. De supporters zullen wel genieten van de ondergaande zon, maar ik ben nu weer heel hard en het ziet er toch een beetje een scoutsbende uit altijd zo, hè? Ik weet het niet. Je denkt woorden, maar daden. Ja, voilà, je denkt van jongens toch, kom. Allemaal haartjes mooi en altijd allemaal... Het is precies een boysband op stap altijd. Kom aan, waar zitten de Noah Langs die scheidt hadden aan iedereen en de Gert Verheijens die nog een sigaret gingen roken voor de match, maar er wel 100% voor gingen. Hey, ik bedoel... Het zou nu ook wel niet meer lukken, hè? Nee, het zou niet meer lukken, maar goed. Die gasten hebben ook soms matchen verloren waar we van denken, godverdomme. Ja. Ik zal ze waarschijnlijk niet meer voor de geest kunnen halen, maar in Moskou over de bal geschopt van Bicky en wat is het allemaal? Maar goed. Lyon. Ja, Lyon. Maar bon, het is toch tekenend dat je daar dan de boot in gaat en dat je daar dan op enthousiasme wordt gepakt, hè, want dat was het. Dat was enthousiasme van die jonge Noorse gasten. Die keeper leek er 17 uit en die heeft 3 ballen moeten pakken. Dat is bijna amateuristisch te noemen, hè, wat we daar op de mat gebracht hebben. En zoals dat je zei, dan die Skov die in het midden werd geduwd door de trainer, terwijl hij op de flank stond en dat hij niet wist dat hij moest naast... Ay, kom. Ja. Ik ga er niet meer over hebben, want het was beschamend. En dan denk je toch ook van, is er daar nu niemand die een beetje eergevoel heeft naar zichzelf of naar de club toe? Want daar gaat het toch om, hè. Je staat daar te spelen voor 300 man die de hele dag onderweg is. Je gaat met schaamrood op de wangen terug naar huis. Mm. Ja. Europees is Europees, Karel. Het is wat het is. Ja, het is wat het is. Bon, mag er niet te veel over zijn. Naar het volgende, dat was de wedstrijd van zondagnamiddag. Club Brugge tegen Oud-Heverlee Leuven. William, de fans, of toch een deel van de fans, hebben wel een beetje dingen op scherp gesteld voor de wedstrijd. Ik las dat er een paar van de harde kern naar het basecamp waren gereden vooraf. Ook... spandoek, hoe zit het? Vanuit de Bridges Loyals, denk ik, dat die geschilderd was. Er komt toch iets van signaal van de fans uit naar heel de club in feite. Hè? Ja, ik denk dat het na de wedstrijd in Molde wel bij veel fans iets is gaan leven. Zo van, gaan we dit blijven slikken? Hè? Want uiteindelijk had je al de wedstrijd tegen Anderlecht, dan de halve finale tegen Union, waar dat we... kinderlijk worden afgemaakt en dan weer dit. Het is ook altijd moeilijk als supporter van hoe reageer je? En de die-hard supporters, de mensen die ermee opstaan en mee gaan slapen, degene die leven voor de club, die zitten daar echt mee in. En dan de ene gaat dat schilderen op een doek, de andere gaat dat afreageren in de sportzaal. En dan heb je er nog anderen die zeggen van we gaan een bezoekje brengen aan de training of aan het basecamp. Ik heb gehoord en gemerkt dat het allemaal rustig is verlopen en sereen. Dat er één iemand het woord genomen heeft en dat de spelers ook op hun plichten werden gewezen. Er waren geen rookbommen, Bengaals vuur of andere bedreigingen. Dus geen RWDM-toestanden met slippers. Of het nu invloed heeft of niet, ik heb niet een indruk gehad gisteren als je kijkt naar hoe dat we aan die wedstrijd beginnen, alleszins. Maar het is wel een signaal. En elk signaal is, zolang het
sereen en normaal is, blijft goed. En effectief, de hoe zit het, was een vraag naar spelers, bestuur, staf, van oké, wij zijn wel Club Brugge, gaan we nog iets doen dit seizoen of gaan we het zo laten en ons elke week belachelijk maken? Ja. Is het niet, in plaats van een signaal, is het niet veel meer een oproep om antwoord te krijgen, om een keer uitleg te krijen? Ook, die, hoe zit ja. het? Is, ah. Ja, dat is, maar uiteindelijk... Allee, maar gaan we naar de harde kern gaat naar het basecamp, voor ze onderop hun plichten te wijzen, maar we hebben dat al op verschillende manieren al meerdere keren gedaan in de afgelopen 3 jaar, maar eigenlijk willen we het als supporter gewoon eens weten van, zeg jongens, hoe komt dat nu eigenlijk dat wij jaar na jaar zo anti, zo onbrugs spelen, zo in heel onze organisatie zo onbrugs zijn, zo grote afstand met de supporters hebben. Hoe komt dat? Jullie zitten er elke dag in. Zeg het ons. Zeg het vanuit de kleedkamer. Zeg het vanuit de trainerstaf. Allee, zet voor mijn part Deila, Hoefkens, Schreuder en Asaf Parker. Dan moet met 4 zijn op de kaart. Zet ze samen. Dan laat ik je zeggen van, hoe komt het dat er maar 1 van deze 4 eigenlijk iets uit deze groep echt heeft kunnen halen? Ja, het is, hoe komt het dat er zoveel verschil in prestaties zit? Allee, leg het ons nu gewoon een keer uit dat we samen een keer kunnen gaan werken aan een oplossing. Want iedereen is het kotsbeu. Er is inderdaad de laatste jaren een verval dat duidelijk te merken is. En oké, wij klagen allemaal, maar we staan nog altijd derde. Hè? Ik bedoel, buitenaf, supporters van Gent, van Standaard, die denken, die gasten zijn zot. Hè? We zitten nog in de achtste finales. Maar goed, wij zijn ook, het gaat hem ook om hetgeen wat we zien elke week. Hè? En hetgeen dat we voelen. En je hebt niet het gevoel dat je naar club gaat kijken. Dat heb je niet. Gisteren was daar nog maar eens een toonbeeld van. En het leek keihard op die wedstrijd tegen OHL, ergens eind december, toen Hoefkens ontslagen werd. Was hetzelfde type match. Een inspiratieloos club. Bij elke bal voel je de spanning bij de spelers. Supporters die dan nog een keer daarbovenop cynisch gaan beginnen doen. Wat ik eigenlijk ook een schande vind, want dat vond ik gisteren echt schandalig, dat je als supporter begint te klappen bij de goal van de tegenstander. Dat je de trainer uitjouwt als ze zijn naam. Dat je niet akkoord gaat met de beslissingen. Dat je die man niet graag ziet, want ik zie hem ook niet graag. Dat begrijp ik allemaal. Maar op zo'n wedstrijd moet de club centraal staan en blijven staan. Want anders ga je niet 2 uur in de auto zitten om daar voor de tegenstander te klappen. En dan kom je als een soort hater. En dat is heel onbrugs ook. Dat hebben we vroeger gezien bij Anderlecht. Mm. Waar dat ze floten aan de rust, floten aan de wedstrijd. Spelers bij wijze van spreken buiten joegen. Maar dat hebben we nooit gezien in Brugge. En nu is dat weer gebeurd. En Zinckernagel werd ook op de korrel genomen en... Ik had gehoopt dat we na Boyata vorig jaar dat niet meer gingen zien. En we blijven het maar zien. Dan heb ik ook het gevoel dat ons publiek ook arrogant is en dikkenekkerig is. Ja. Wat dat ook onbrugs is. Dus als wij het al niet kunnen om het Brugse DNA te bewaken in de tribunes, waarom zou het dan wel lukken binnen het bestuurskamer en binnen de algemene werking van club en binnen de spelersgroep? Ja, dan zitten we allemaal verkeerd. En dan is die hoe zit het ook gericht naar de supporters, vind ik. Want... Nee. Gisteren scoren we dan uiteindelijk de 2-1 en de 3-1 in een moment van opleving in de tribunes, omdat we ook zagen dat club erachter ging. Ik denk dat omdat Skoras erin kwam. Skoras erin kwam en Nielsen nog een tackle deed en Skoras diep ging. Ja. En dan kreeg je het schwung erin en er kwam wat uit de tribunes, wat lawaai en dan scoren. Maar eigenlijk moet de supporters moeten blijven voor de club gaan. En oké, we zijn niet akkoord met wat er gebeurt. Maar tijdens de wedstrijd moet je 90% achter je ploeg staan. En dat je ervoor je ongenoegen uit, of erna, of door niet te komen, oké. Maar niet door de tegenstander toe te juichen als ze scoren, of te fluiten bij de afroeping van de trainer. Dat je er niet voor klapt, oké. Dat je er niet je goed bij voelt, oké. Maar niet op die manier. Want dat is destructief naar de club. Want het enige wat wij willen is dat de club het allerhoogste haalt. En laat ons eerlijk zijn, die play-offs staan voor de deur. Ik geloof niet in mirakels, maar there is all to play for. En je mag zeker zijn dat ze in Antwerp er wel in geloven. Hè? In een... Ja, die zeggen van, wij gaan nog voor de titel. Hè? En ze staan naast ons, zelfs onder ons, op doelsaldo. Dus... En ze zijn ook hun beste speler kwijt al deze winter. We hebben TJ verkocht deze winter, maar zij hebben Vermeeren verkocht. Dat is een groter verschil. Ja. Maar er is eenheid en duidelijkheid daar. En dat is hetgene wat we daarnet ook zeiden. Hè? Als supporter, je weet niet meer met wie dat je u moet vereenzelvigen. Er is geen uithangbord van de supporters meer. Misschien hebben we een supporterscoach nodig, weet je dat nog? Dat was, noemt die acteur? Kurt, ja. Nog iets, ja.
Kurt, ja. Kurt nog iets, ja. Ja. Dat was... Ja. Was ook, ja. Ik kende die als acteur zelf niet. Maar bon, allee... er is natuurlijk, ja... Ik vind, als je als supporters... Het Brugge protest, dat is... Voor mij is dat zingen van geen woorden maar daden. Of bloed, zweet en traan. Dat zijn de twee dingen die je mag zingen voor mij om protest te uiten in het stadion. Dat is echt gewoon ook je zeggen van... Jongens, dit zijn de Brugse waarden. Daar moet je voor leven. En al de rest, al dat negatieve... Dat vind ik... Ja, ben ik volledig eens met William dat contraproductief is en dat dat ook voor meer negativiteit en meer schade zorgt binnen de club. Waarmee dat ik niet wil zeggen dat de mensen die boos zijn niet ergens wel gelijk hebben, maar inderdaad, in die 90 minuten laat je dat achterwege. Ja, maar ik denk ook, en dat kritisch publiek is er ook, ja, omdat er veel mensen zijn bijgekomen de laatste jaren, jonge gasten die nu 23 zijn, en sinds hun 16e naar de club komen, ja, die hebben enkel maar succes gekend. Die hebben geen magere jaren gekend. Die hebben enkel Champions League gekend en elk jaar titel en dit en dat. Ja. Als je dan nu in een fase zit waar er even al één seizoen geen prijs meer gehaald is en het voetbal wat minder is, ja, dan word je kritisch. Maar ik heb ook nog de jaren onder Solliet gekend waarbij dat we ook soms heel slecht speelden of mindere prestaties hadden en eruit in Europa en in de beker al eruit tegen ik weet niet wat voor Eendracht Aalst of andere. Ja, goed, als supporter bleven we wel toch op de een of andere manier achter onze ploeg staan. En ook in die jaren met Shaki Matthijssen en dingen. Ja, het was met spelers waar we van wisten dat ze nooit geen kampioen gingen worden, maar ze legden wel een kop ervoor en dan bleven wij er ook maar achter staan. Ja, het is, soms moet je door de woestijn gaan en door die magere jaren gaan. Want voetbal is geen algemene... Nee, het is geen wetenschap. Hè. Je kan niet zeggen, ik ga met 200 miljoen hier een ploeg samenstellen en altijd kampioen spelen. Kijk naar Bayern nu, die staan tweede. Zijn Leverkusen uit het niets staat op kop. In Engeland, Man City die al jaren de hegemonie heeft, ja, die wordt nu bijgebeend door Arsenal en Liverpool. En wij hebben eigenlijk gewoon heel lang koning één oog in het land der blinden geweest. En nu hebben we opeens concurrentie met een Union waar dat uitstekend werk geleverd wordt, al 3 jaar op rij. Met een Anderlecht waar er eigenlijk, ondanks dat we ermee gelachen hebben de laatste voorbije 5 jaar, ook goed werk geleverd is nu. Hè? Met een ploeg samen te stellen, met gasten met juist DNA. Ik moet wel zeggen, Anderlecht heeft 6 of 7 keer geprobeerd en uiteindelijk is een keer in de roos geschoten nu. Allee, relatief. Ja, ze hebben van alles geprobeerd. Hè. Ik bedoel, van De Vroe naar hoeveel voorzitters en hoeveel dingen. Karel Peter van Eetveld, Verschuren. Okay. We hebben dat ook gehad, die fases. Hè. We hebben die ook gehad, hè, in het begin. En ik bedoel, voilà. En nu zijn we eigenlijk al een paar jaar aan het rusten op onze lauren van de organisatie staat. Dus we gaan maar de tweede trainer, Karel Hoefkes, gaan we aanstellen als eerste trainer. Hè, want... Maakt niet uit, zolang Hans van Aken... Niet dat er een trainer is, ja. Zolang Hans van Aken op het middenveld staat en Mignolet in de goal en de structuur staat er. Ja. Nee, hè. Ik bedoel, nee. Een trainer is echt wel belangrijk. En hebben we gezien, hè. Schreuder was een echte voetbaltrainer, een dier. Clément was dat ook. Ik zeg niet dat Hoefkes geen voetbaldieren zijn. Helemaal niet. Maar dat was een miscast. En nu hebben we weer een miscast van je welste met die delen. Miscast van je welste, uit een soort arrogantie van we gaan de trainer van Standaard weghalen, want hij heeft daar 3 keer vuur in gekregen. Och, fantastisch was dat. Die speech die te zien was op RTBF. Och, wow. Maar goed, dan moet je toch kunnen doorkijken ook als bestuurslid. Ja. We waren bij Club OHL gebleven. Een beetje uitgeweid. We hebben nog niet veel over voetbal gebabbeld, hè. Nog niet veel over voetbal gebabbeld. We gaan dat nu misschien wel een beetje doen. Ja, applaus, ironisch applaus bij de 0-1, Karel van Leuven. Maar het was wel geen onverdiende voorsprong op dat moment, hè. Dat zei je nog uiteindelijk wel allemaal. Tuurlijk. Want het begin van Club, de start van Club was... Ja, echt dramatisch. 2 minuten, 3 minuten, zo een klein beetje druk zetten. En dat was het weer gedaan. Ja. Ja. Maar dat is, ja... Op tv zeiden ze dat er wel een paar waren die proberen te drukken, maar dat er geen idee achter zat, dat er geen samenhang achter zat. Alleen een trigger press, op wie moet je gaan druk zetten, terwijl dat er dan wel spelers rondlopen. Maar
zeg nu maar wat, zo'n Platings, ja, die is met de bal is die een beetje houten klaas. Hè. Dus zet daar een trigger press op met Van Aken en Jutgla en ga wel voor wanorde zorgen. Zorg dat de flankverdedigers afgezet zijn en je middenveld gaat wel toestaan. Maar ja, het is jammer en het komt allemaal zo traag op gang en er zit geen samenhang, er zit geen ideeën. Dus dat kan je voor... Dat kan je als meeste van al misschien deilen aanschrijven, dat matchplan er like nooit in zit. En ik vind dat jammer, want ja, als we hebben van daarnet al Osasuna vernoemd. Als we die match zagen, dat was wel een voorbeeld van samenhang en intensiteit die we nodig hadden. En ik had toen echt het gevoel van, oké, misschien komt dat hier dit seizoen wel in orde. Misschien gaan we wel echt iets tonen op verschillende vlakken. Maar het is er totaal niet uitgekomen. We zijn dan weggezakt, we hebben het dan een beetje conservatiever gespeeld en punten genomen. En het begon stellen te beteren. Maar van heel die wedstrijd, dat zijn allemaal matchen dat we binnen 2 weken dat niemand nog iets van gaan herinneren. Of het moest zijn de flaters van Tobe Leysen. Ja, ik ging dat zeggen. William, ja, voor 1 keer zat het dan wel mee dit seizoen, want... De keeper van Leuven, die eigenlijk anders een heel goede keeper is en heel goed sluitstuk, ja, die had echt een rotnamiddag op Jan Breydel. Hè. Ja, ik denk dat hij een bal die voorlangs vliegt, gewoon een eigen doel slaat. En er was ook geen speler van club nog daarachter, dus die had hij gewoon kunnen laten gaan. En hij wou die plukken en ik denk dat hij... Je moet hem eigenlijk ook slaan eigenlijk, gewoon als hij mes laat is tegen gevaar. Ja. Ja, hij valt ermee een goal en ja... Die viel echt letterlijk uit de lucht, die goal. Want de club had eigenlijk geen grote kansen. Een paar hoekschoppen, maar ook daar niet. Ik denk dat Skov op een bepaald moment 3 hoekschoppen naar elkaar gewoon niet voorbij de eerste paal krijgt en telkens weggeeft. Dus ja, het was een goal die uit de lucht kwam vallen en die voor ons wel goed kwam, net voor de rust. Waardoor dat het met 1-1 de rust ingaan is toch iets comfortabeler dan met 0-1 in zo'n match, want dan krijg je op je dak van het stadion. Dan hoop je toch dat we de tweede helft beter gaan zijn, dat er een soort donderspeech was, maar ik denk dat er nog geen 3 minuten bezig was, of de spits van OHL stond oog in oog met de keeper en mist onbegrijpelijk. Het was misschien wel offside, ik weet het niet. Charles, dat zijn neef niet was. Het was de neef van Erling Haaland. De neef van Erling Haaland, ja. Was dat niet 50 keer... was het offside? Thorstein stond randje offside. Kon wel of niet geweest zijn in de aanloop naar die fase. Ja, dan komen we daar goed weg eigenlijk op die momenten. Want als je dan 1-2 achter staat, ja, dan haal je het niet meer op. En dat was eigenlijk in de wedstrijd thuis tegen Eupen ook wel 1 of 2 keer het geval geweest. Dus ja, het is... Tja, het zat weer ook mee en het zat ook weer niet mee. Maar effectief, het zat mee. En dan krijg je de wissel Skoras voor Zinkernagel. En dan zie je wat iemand met een beetje snelheid en die naar voren denkt... teweeg kan brengen. Hè. Ik denk dat hij daar foutief wordt afgestopt op de rand van de 16. Nadat hij gewoon diep liep en een goede pas, ik weet niet meer van wie, in de diepte, van Hans, denk ik. Ja. En dan kantelt de wedstrijd eigenlijk. Hè. En Zinkernagel is iemand die altijd terugdraait, die de bal wat bijhoudt. En dat kan ook nuttig zijn hè, in een wedstrijd. Ja, je hebt dat centraal nodig. Ja, je hebt dat centraal nodig, maar niet op de flank. Op de flank heb je gewoon in de traditie van Diatta... Dennis, Ricciardo... Ja, tuurlijk. En die bal diep geven. En je hebt natuurlijk een beetje ruimte nodig ook, hè, want tegen ploegen die alles toegooien, lukt dat ook niet altijd. Maar dat lukte nu. En dankzij die fout die hij daar afdwingt, komen we op 2-1. Met een... Het is in de eerste helft ook een moment geweest dat er een vrije trap was, waar ik bedank laat hem voor Hans, maar Skov trapte toen. En nu zag je wel dat Hans zijn zinnen erop had gezet. Zijn verantwoordelijkheid. Ja. Hij knalt die lekker droog binnen. Ik vond, veel mensen zijn dat dan weer een flater was van de keeper, maar ik vond dit toch wel een harde knal. Oké, had hem kunnen hebben, maar het was toch, niet, maar... Het was ook wel mooi in het hoekje. Het was geen flater, maar met een beetje meeval heeft hij hem wel, inderdaad. Ja. Maar als je dat ziet, dan zijn er toch... Allee, er zijn best wel wat elementen aanwezig zijn om een elftal op te stellen dat clubwaardig is, dat het DNA van club kan uitstralen. Alleen de linkerflank met Maxime de Kuyper en Michael Skoras. Ik denk dat iedereen daar wel mee akkoord zou zijn, hè? Als we dat elke week, als al onze 2 basisspelers daar zouden zijn, ik denk dat als Skov Olsen
oprecht de enige iets wat flamboyante persoonlijkheid en speler die af en toe is verdwijnt. We aanvaarden Bosco Balaban en Andres Mendoza ook in onze ploeg. Ik denk dat we dat ook wel aan kunnen. Thiago in de spits is een clubspeler puur sa. Hans van Aken is een clublegende, dus dat kunnen we zeker niet laten. Ik denk dat zowel Nielsen als Vetlesen het ook in zich hebben om een typische clubrol op te nemen. En dan is het gewoon, ja, die drie achterin naast de Kuiper, waarin dat je zegt van misschien één of twee van de huidige spelers die de basisploeg zouden kunnen halen. Maar we missen daar nog één leidersprofiel en misschien ook een zes die ook een leidersprofiel is. En dan heb je eigenlijk, dus we missen eigenlijk twee spelers, en, of misschien drie, met een rechtsback ook erbij, centrale verdediger, een rechtsback en een zes. En dan hebben we eigenlijk een ploeg waar dat we ons volgens mij echt mee kunnen vereenzelvigen. Maar dan moeten de juiste keuzes wel gemaakt worden. Mm-hmm. Werk van onze technisch directeur? Ja, dat is bijna het volgende puntje. Dat is bijna een heel mooi bruidje. Ik heb één andere vraag. Ah, ik wil dat hier vooruit laten gaan. Hè. Kom aan, stoer moet drang. William, vond je dit de zwakste thuismatch van club dit seizoen? Ondanks het resultaat? KV Kortrijk. Ik vond dat we daar meer vechtlust in getoond in die match zelf, ondanks dat het 3-3 wordt. Hè? Ik vond het tegen Anderlecht ook niet fameus. Eerlijk gezegd, en er zullen er nog zijn tegen Sint-Truiden toen. Ik heb het gevoel dat we eigenlijk alleen maar zwakke thuismatchen hebben gezien. Ik kan mij geen competitiematch voor de geest halen waar dat we alles kapot voetbal gespeeld hebben. In de competitie toch niet. Hebben we Gent verslagen thuis in de competitie? 1-0. Ja, 2-0 met die rode kaart en die penalties. Ja. Dus nee, ik moet zeggen, ik heb niet echt dit seizoen al een wedstrijd gezien thuis. Maar het was zwak gisteren. En uiteindelijk score je ook nog een 3-3-1, waardoor het bij Leuven het vat eraf was. Dankzij weer een flater van de keeper en Bjorn die zich goed doorzet. Maar uitgespeelde kansen waren er niet. Het was gezapig. Het was precies een einde seizoensmatch, begin maart. Allee, kom. Ja, een ploeg zonder vertrouwen, een ploeg in crisis. En die voelen ook de stress op de tribunes of de cynische applaus. Dus laat ons hopen dat de overwinning toch naar donderdag toe mentaal goed gedaan heeft. Ja, dat is waar. En dan komen we nu tot bij het volgende puntje, Karel, over de technisch directeur. Ik ga openen met een vraag van de week van Andy Krombe. En die vraag stelt, Karel, is de naam van onze volgende technisch directeur belangrijker dan die van onze volgende trainer, als die er komt? Ja en nee. Ja, omdat in C dat we iemand nodig hebben die onze strategie sportief gaat uitdragen. En die ook de leider is van het sportieve departement. Nee, omdat het lijkt toch meer en meer blijkt dat ze gewoon een soort... Ja, het voelt aan als een soort stroomman dat ze daar willen zetten, die koffiekletjes mag doen met de trainer. Als het de CEO en het hoofd van recruiting die sint. Dat ben er misschien mis in, maar als ik de krantenartikels tussen de lijnen wat lees, dan is het bijvoorbeeld al niet de bedoeling dat de technisch directeur zich bezighoudt met het aantrekken of het identificeren van nieuwe spelers voor de kern. Dan is dat eigenlijk gewoon, ja, komt bijna over als we dat Zetterberg moest doen bij Anderlecht een paar jaar terug. De identiteit bewaken, af en toe mee op dat trainingsveld staan, maar eigenlijk niet echt een verantwoordelijkheid of een duidelijke taakomschrijving hebben. En dan is uw trainer belangrijker. Als het goed wordt uitgevoerd, dan is onze technisch directeur de belangrijkste persoon die we in de laatste 10 jaar zullen aangenomen hebben. Ja. En daar komen ook al enkele namen bovendrijven, hè, William. Speculaties over Frankie Durie als technisch directeur. Hein van Hazenbroek wordt ook nadrukkelijker genoemd om bij club aan de slag te gaan. Het is niet duidelijk in welke rol zal technisch directeur zou zijn of T1, maar zijn dat de namen waarop je zit te wachten? Of verwacht je toch iets meer?
Ja, ik heb altijd club gekend of in het voetbal geweten dat er in een bestuur een voorzitter was. En dan, ja, de voorzitter was eigenlijk gewoon iemand die lintjes knipt en handen schudde. Zoals in de tijd dan Van Malen en Dogen daarna. En dan had je een technisch directeur of een manager. Dat was dan jarenlang Antoine van Hoven. En dan had je een soort rechterhand, de Nolf, die de papieren opmaakte en de negotiaties deed. En dan had je een trainer, ja, om het een beetje allemaal simplistisch voor te stellen. Ja, ja, ja. En de laatste jaren was dat dan Mannaert en Predom. En dat was eigenlijk iedere keer een tandem, ook met de trainer. Of die kwamen, Leko en Mannaert erna. Dat was wat minder een tandem. Ja, dat was misschien wat minder een tandem. Maar ik bedoel, in de zin van... Het was wel altijd iemand die besliste of het eindwoord had, nadat er inderdaad ook waarschijnlijk 17 scouts en 15 andere adviseurs zaten. Maar nu heb ik toch de indruk dat ze het heel ingewikkeld willen maken. Met dan de ene dat en de andere dat. En de CEO, maar die beslist niet over het voetbaltechnische, maar is eigenlijk toch wel daarmee begaan, want hij is toch CEO. En dan gaan we er nog iemand tussen duwen die een beetje noemen ze dat zo, de grootvader is die nog die het bedrijf al verkocht heeft aan zijn kleinzoon, maar die wel nog elke dag langskomt om te zien of dat iedereen wel zijn job goed uitvoert. Hè? Want dat is het een beetje. Hè? Want welke trainer met een beetje allure heeft zin om Franky Dury te zien staan, kijken uit zijn raam, met zijn scherpe blik? Alle respect. Ik vind dat altijd wel een aangename mens, Franky Dury. Altijd wel... Iemand gevonden die zijn mening gaf ook en zo. Ook niet iemand die... ik heb er op zich niks tegen, maar man is al 3 jaar met pensioen, zit al 3 jaar te golven in Tenerife. En moet nu daar een beetje komen de boel redden. Wat heeft hij van contacten? Wat heeft hij van... we zijn toch een moderne sportclub geworden met ideeën. En dan ga je zo'n... Hugo Broos, met alle respect, de man is in de 70. Wat gaan we straks Henkie Houwaard nog terug bovenhalen? Ja, dus... En Hein in die positie, William? Hein in die positie? Ik denk dat Hein een trainer is en geen technisch directeur. Ik bedoel, de man heeft nog nooit die job beoefend. Maar ik denk wel dat hij dat zou kunnen. Ja, maar ja, ja, wel. Of dat ze samenwerken in de structuur dat er is, dat denk ik niet. En of dat bij club zou passen, moesten we de Hein van Hazenbroek van pakweg Noorwegen hebben, dan is het misschien een ander verhaal. Maar ik zie Hein wel trainer bij ons worden, met dan iemand die een soort tandem kan vormen met hem. Mm. En die, waarbij dat ze samen kunnen zeggen, oké, wat voor type spelers zoeken we? Ik ga scouting aan de gang zetten, maar jij kent de Saar of whatever. Hè? Dat is een beetje het gevaar met Hein. Zijn mannetje, als ze het bij ons echt niet meer weten, vragen en co, dan hoop ik dat ze toch kiezen voor Hein. Want dat is dan misschien de enigste voor de hand liggende oplossing van te zeggen, we weten wat we hebben aan de man. Het is ergens ooit een Club Brugge supporter geweest. Dat weten we allemaal. Want we hebben hem allemaal gezien in de tijd op Jan Breidel. Elke week. Dan moet je weer ook zien. Dus de achterban. Hoe gaat die zich roeren? We hebben toch jarenlang met de man gelachen. Gaat hij zich niet te veel willen bewijzen, hè? Want het is zijn laatste kans eigenlijk om dan bij een grote topclub aan de slag te gaan. Hij is bij Anderlecht gekomen op het moment dat er geen centjes meer waren, hè? En hij is daar ook door mislukt. Dus gaat hij zelf zeggen van oké, ik ga nu naar club gaan, in de onwetendheid van wilt Verhagen nog investeren of wilt Verhagen eigenlijk nog altijd verkopen? Hoe zit het daar? Wat krijg ik van budget of niet? Want het woord van... Op transfervlak is het woord van Bart de laatste 2 transferperiodes niet veel waard gebleken. Hè? Nee, het ging zotte transferzomer zijn. Vorige zomer. Niet echt. En het ging, we gingen zeker 1 extra speler halen. Ja. En de ploeg ging versterkt worden om de tweede seizoenshelft aan te vatten. En ik denk dat we wel mogen zeggen dat we zeer duidelijk verzwakt zijn. Er zijn spelers vertrokken en ze zijn niet vervangen. Nee, ja, absoluut. Ja, blijven natuurlijk allemaal nog speculaties, die T1 en technisch directeur. Dus het is nog een beetje wachten tot de witte merel uit de hoed wordt getoverd. En daarmee gaan we ook het sportieve van deze aflevering afsluiten. En tijd voor...
terug te gaan in de tijd. Karel, je hebt een hoe is het nog met ons, voor ja. ons voorbereid. Ben heel benieuwd met wie of wat of waar je de link hebt gelegd. Goed. Deze speler heeft in zijn carrière in 4 landen gespeeld. Zijn er veel? Ja. Zijn er al veel. Hij is zijn carrière begonnen bij een ploeg die Real noemt. Maar het is niet Real Madrid. Zijn tweede ploeg was een van onze komende 2 tegenstanders. Okay. Zijn terug naar Molde. Ja, hopen en meestal is dat wel zo bij de Hoe is het nog met. En zijn... hoe moet ik het zeggen? Zijn... Vorig jaar heeft hij erin geslaagd om zijn ploeg te helpen promoveren tegen alle verwachtingen in. Dus is op dit moment nog steeds een actieve speler. Goh. Tegen alle verwachtingen in België of in het buitenland? In het buitenland. Hij heeft maar enkel bij club gespeeld in België. Dus, dat weet je al. Nu moet je het eigenlijk al bijna weten. Dat hij bij Molde gespeeld heeft, maar... Ja, en dan zijn er eigenlijk maar 2 opties. Oh, god, we hebben ze vorige week nog gezegd. Bakenga heeft daar gespeeld? Nee. Ja. Hij speelt op dit moment... Ja, hij speelt op dit moment bij Cardiff in de Championship. Ethan Horvitz. Ja, correct. Een van mijn... op menselijk vlak, een van de spelers dat ik het meest apprecieer. Ik heb zelf met Mathieu Dams op Twitter een mini-fanclub van Ethan Horvitz. Dus ik dacht, deze kans mag ik niet laten liggen. Dus ja, Ethan is zijn carrière begonnen bij Real Colorado. Ik zat te zoeken naar een Spanjaard of zo. Ja, ja, kon je die een klein beetje op verkeerd pad sturen. Hè. Real Colorado. Real Sociedad of zo. Real Valencia. Zaragoza. maar dus ja, Real Salt Lake City had ook gekund trouwens. Dus van Molde is hij naar club gegaan. De enige keer dat er ooit een transfersom voor hem betaald is. Hij is dan eigenlijk gratis vertrokken naar Nottingham Forest, die hem vorig seizoen uitgeleend heeft aan Luton Town. En met Luton heeft hij de promotie kunnen bewerkstelligen tegen alle verwachtingen in. Maar jammer genoeg heeft Luton dan niet eigenlijk de clausule ingeroepen. Is hij terug naar Nottingham gegaan. En bij Nottingham was hij geen eerste keuze. Heeft hij ook niet gespeeld in de Premier League begin het seizoen. En op 1 februari van dit jaar is hij uitgeleend aan Cardiff. 10e in de Championship momenteel. Waar dat hij nu wel weer eerste doelman is. Dus een solid Championship player. Ja, goh, hij was ook gewoon een algemeen aangename mens. Met heel stil, maar toch... Een goed gevoel voor humor en een aangename man in de kleedkamer. Ook als hij die eerste doelman was, qua persoonlijkheid had ik hem heel graag en Matty Ryan. Dat waren ze de 2 doelmannen van de laatste 10 jaar waarvan ik zeg, wel dat we allemaal moeten zeggen dat Mignolet het meest opgeleverd heeft voor club op vlak van sportieve merites. Maar Horvath en Ryan, dat vond ik ook echt... Ik vond dat echte clubspelers op de een of andere manier. Ja, het was een verstandige kerel. Hè? Het was ook down to earth. Was altijd klaar voor de supporters. Mm-hmm. En heeft toch op grote momenten mogen keepen. Hè? Ik herinner mij de wedstrijd in Monaco. De wedstrijd in Zenit Sint-Petersburg. Toch 2 grote Champions League wedstrijden. Overwinningen. Alleen met COVID, ja. Juist. Waar hij mocht spelen. En dan ook de dubbele wedstrijden op Mambour en op Sclessin, waar we kampioen worden, hè, toen in het Leco-jaar. Was dat het jaar dat al die keepers... Nee, was dat met al die keepers? Ja. Met Gabulov en ons soort, ja. Ik herinner mij nog op Vermeer, op Charleroi. Is er Simons die nog invalt en die aan Horvath daar roept van... Ga nu liggen met die bal en pak wat tijd. En ik vond dat zo'n mooie moment dat... Omdat die Horvath was toen nog jong en onervaren. En ervaren Simons die zei... Down. We waren nog 5 minuten te spelen. Timmy Simons. Dus ja, dat waren toch wedstrijden waar dat hij zich kon tonen. En toch wedstrijden met heel veel druk op. En die heeft toen bewezen dat hij daar toch onder die druk kon presteren. Ja. Ik vond wel dat hij... niet altijd heel veel zelfvertrouwen uitstraalde tussen de palen. Dat hij heeft ook heel veel... Ik weet nog dat ik in de spelerstunnel stond na een wedstrijd en
wij speelden toen, ik weet niet of dat toen ook interlandperiode bij ons was, ik denk het wel, maar er was toen die Rode Duivelswedstrijd tegen Japan. Is Jan Breidel geweest. Ja, ja, Club Brugge. En de Rode Duivels tegen Japan, ja, ja, juist. Ja, de Rode Duivels tegen Japan. En ik denk dat toen binnenkwam, er was toen ook al een hele periode geweest dat een paar zo ongelukkige balletjes had, wat flatertjes gehad. En het vertrouwen was ook zo like, wat weg. En we waren toen, het was net voor de winter, en we waren toen aan het kijken van, gaat er een andere keeper komen? Dan is Gabelov onder andere gekomen. En was toen net, hij speelde bij de US. En hij had daar ook echt een grote flater begaan. Ook weer zo, bal niet goed vast en dan door zijn vingers geglipt. En dat was echt, iedereen had er wel zoiets van, godverdomme, die jongen had ook echt ongeluk. Gewoon echt ongeluk in zijn matchen. Geen slechte keeper, maar inderdaad wel weinig vertrouwen en heel veel klappen gehad op een periode. En daardoor is het bij Club niet gelukt, denk ik. Maar je gunt het hem en ja, laat hem alsjeblieft, hij is nu 28, laat hem alsjeblieft nog 6, 7 jaar bij zo'n ploegen die in de championship het goed doen, daar gewoon basisspeler zijn. En hopelijk mag hij eens ergens lang blijven en lang eerste doelman zijn. Want het is echt een jongen die het gewoon gunt. En wie weet, hij was ook promoveren en naar de Premier League gaan. Hè? Het kan altijd, hè, natuurlijk. En hij was ook samen, zijn vriendin was denk ik een speelster van Club Jella. Was dat geen Noorse, ook een keeper of zo? Of, ja, ja, ja. Maar ik weet niet of ze een keeper was. Maar het was wel een Noorse, denk ik. Hè? En die speelde bij Club Jella. Ja. 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 Maar ik weet haar naam niet meer. Maar, bon. Goed, ja, Nicola. Hopelijk was het een goeie. Ja, nee, zeer leuk. Zeer leuk voor hem nog een keer terug te horen. En leuk om te horen dat hij nu eerste keeper is bij Cardiff in de Championship. Ja. Toch een van de moeilijkste competities ter wereld. En zeker ook fysiek. Very hard to get out of. Als doelman is dat... 24 zeer... ploegen, hè? Ja. Ja, in de Championship. Ja, dat is waanzin. 40 matchen zeker op seizoen of zo? 46. Ja. En de degradatiestrijd is daar ongelooflijk. Je had er 10 ploegen staan op 3 punten. En de ene week win je en sta je 12e. En de andere week verlies je en sta je weer 18e. De stress om daarmee te spelen is gigantisch. Ja, volle stadions ook altijd. Dat is wel met beleving, hè, die tweede klasse. Zelfs in de derde klasse. Ik ga toch wel vaak naar Millwall. Nu, ik moet zeggen, het voetbal trekt wel op niets. Het is echt kick and rush. Er wordt geshot op elkaar. Dat is echt bal naar voren trappen en centrale verdediger mee. En er wordt bijna niet gescoord ook niet. Hè. Je hebt daar nooit een 3-5 of een 3-3. Het is altijd 1-0, 0-1, 1-1. Het is ongelooflijk. Dat is verdedigen en de bal naar voren trappen en hopen dat die goed valt. Nu, Leicester doet het wel zeer goed dit seizoen met een paar uitschieters, want die zijn ook natuurlijk te goed voor de Championship. Maar daarachter heb je Leeds, heb je... Ipswich, die verrassend die goed bezig is. Ja, Ipswich, die verrassend goed bezig is. Ja. En dan heb je... Ja, daarna heb je Southampton. Southampton, ja. Maar het is wel een leuke competitie om te volgen, vind ik altijd. En dan heb je dan die play-offs nog daarna op Wembley, hè, waar dat dan Horvat mocht keepen tegen... De match van 180 miljoen, is dat? Ja, dat zijn die matchen waar dat er... ene ploeg krijgt televisiegeld en de andere blijft in de put van de Championship. In de Championship, maar, ja. Ik vind het wel een leuke competitie. Je hebt een aantal leuke ploegen en ik vind het leuk. Ik ga eigenlijk liever naar wedstrijden daar kijken, waar de prijzen nog deftig zijn, waar dat het stadion nog, dat je er nog binnen geraakt en dat je niet tussen de Chinese toeristen zit, maar wel tussen de echte working class nog. Dus dat vind ik wel leuk. En daarom dat ik ook graag nog af en toe eens naar Millwall ga of naar vroeger Fulham, toen dat ze daar zaten. Dan kun je een keer met de gasten van Bristol City klappen en zo. Dat is wel de wagen. Coole ploegen, hè. En als je geluk hebt, kom je nog eens een ex-clubspeler tegen ook. Hè. Dus voilà. Met Ethan Horvath. Maar nog heel snel de match vooruitblikken van de komend weekend. Dat is eentje op Sint-Truiden. En speciaal voor de fans, William, is die vervroegd naar 1:30. Ja, het is toch een week op voorhand van... Het is gewoon belachelijk. En, het was zonder de hashtag op Twitter. Ja, for the fans. Ja, ja. Ja, het is echt, het staat ook gewoon zo, het is voor de rechtenhouder en dit en dat. Ja, goed, het is, ik heb altijd geweten, de laatste speeldag zijn alle wedstrijden op hetzelfde moment en basta. En het was al Anderlecht die opeens van zondag naar zaterdag ging en dan, die 3 uur verschil zal voor Club niet veel uitmaken en voor de supporters, die gingen ook niet, want die gaan elke week en die gaan altijd en dus voilà.
Het is belachelijk, ja. Je zou maar supporter zijn en dat jouw ploeg opeens een andere dag speelt, terwijl je al alles gepland hebt. Gewoon omdat er een paar piepo's op tv zouden kunnen kijken. Ja, het is belachelijk, maar goed. Dat de Pro League alleen maar aan geld denkt, dat weten we ondertussen ook al. Dus niks nieuws onder de zon. Mm-hmm. En Karel, de nieuwe wedstrijd op kunstgras, net als de afgelopen donderdag in Molde. Hopelijk zijn jullie nu wel beter op voorbereid. Hè? We hebben een kunstgrasveld liggen in Westkapelle. Als er één ploeg in België is die zich daarop moet kunnen voorbereiden, dan is het eigenlijk wel club. Hè? Ik vind dat best wel een beetje raar. En er zijn grote verschillen tussen kwaliteiten in kunstgras. En als je hebt generatie 1, generatie 2, 3 en 4. 4 zitten we nog niet aan. Dus momenteel, ik denk dat STVV misschien nog een generatie 2 kunstgrasveld heeft. In Basecamp zal er al een generatie 3 liggen. Dus dat leunt dan iets dichter aan bij natuurlijk grasveld qua aanvoelen, maar wel qua kwaliteit. Ja, geen slijtage. Maar ja, ik snap wat dat impact heeft, maar we zijn professionals en ik heb zelf niet op een hoog genoeg niveau gespeeld om te voelen wat dat die impact precies is. Maar ja, spelers kunnen daarop spelen. Als ze bij Sint-Truiden spelen, wordt er daar niet over geklaagd. En als ze dan daar spelen en het lukt niet goed, dan wordt er wel over geklaagd. Maar we hebben ook al... Bas Dost heeft daar op zijn gemakje gescoord. We hebben daar al keer 1-4 gewonnen de laatste jaren. Soms gaat het daar een keer mis. Maar meestal spelen we daar best een goede wedstrijd. En ik vind, als je op kunstgras speelt, dan is de ploeg die het meest van al meester is van de bal en controle heeft, een van de favoriete woordjes van onze coach, heeft het grootste voordeel. Dus vind ik dat er eigenlijk geen excuus mag zijn. Ja, hier op mijn blaadje ook opgeschreven. Geen excuus, William, want met alle respect voor Sint-Truiden, ja, die spelen voor play-off 2. Gaan die daar echt nog dubbel plooien voor dat Europees voetbal? Om dat nu tegen club alles eruit te halen, dat betwijfel ik. Dus, het is ook in de laatste thuismatch. Maar het mag geen excuus zijn voor club. Nee, Sint-Truiden is ook geen wereldploeg. En ze hebben net verloren op Eupen. En we hebben dus dat zij nog een do-or-die match hebben. We zitten donderdag nog bij de wedstrijd, vergeet dat niet. En dan, ze gaan geen risico nemen met Thiago, die een slechte knie heeft of een knieblessure had, om hem daar op kunstgras te spelen. Dus Nusa zou moeten kunnen daar terug zijn, hoop ik. Maar je moet wel die 3 punten halen om boven Antwerp te blijven. Nu, Antwerp speelt ook nog een moeilijke match tegen Union. Dus er valt wel nog een zaakje te doen, hè. Of inlopen op Union, of verder weglopen van Antwerp. Dus op dat vlak valt er wel een zaakje te doen. Het is natuurlijk niet te veel, hè, want we staan gelijk met Antwerp. Dus, maar ik hoop dat... Ergens hopen we dat Union wint, hè, want die willen we toch liever kampioen zien worden dan Anderlecht. Maar anderzijds denken we toch ook als... Hoe zou ik het zeggen? Als sportieve mens en als supporter, ja. Je weet nooit dat we... Met 2 weekjes rust en misschien tegen dan een terug volledig fitte kern. En god weet, een teambuilding weekend dat ze doen of zo, whatever, dat ze nog eens naar Ibiza gaan. Dat we dan toch kunnen proberen die play-offs aan te vatten met frisse moed en zonder druk. En te zeggen van oké, als we hier nu 3-4 matchen op rij winnen, staan we misschien tegen speeldag 5. Dichter bij de eerste plaats dan dat we ooit hadden gedroomd. En dat moet toch de ingesteldheid zijn van een sportman, van iemand die, wil winnen, die bij Club Brugge speelt, die fier is op de ploeg waarvoor dat hij speelt. Dus ergens denk ik wel dat we nog een interessant weekend hebben, maar dan moeten we eerst wel echt die wedstrijd daar gaan winnen, afsluiten op Sint-Truiden. En het is daar nooit echt gemakkelijk voor Club. Het is een beetje ons zwarte beest ook. Hè. Dus, zeker in het verleden. Hè. Ja, misschien de laatste jaren meer gewonnen dan dat ik denk. Maar het is daar toch nooit echt voor Club een walk in the park. En voor veel ploegen niet. Hè. Gent is daar over het laatst toch afgedroogd geweest. Genk heeft het daar ook mee gespeeld. Ja. Antwerpen, ja. Genk ook, ja. Dus zeker geen gemakkelijke wedstrijd. Nu, het is overdag, dus al iets anders. Want s'avonds is het daar altijd wel nog wat anders, vind ik. Dus laat ons hopen dat we... volgende week maandag ben ik het niet. Dus dat is al een voordeel. Want dan winnen we meestal de 2 wedstrijden. Dus
Ik denk dat we nu naar de pronostiek kunnen gaan, zeker. Ja, ik zit ook in de Franse Alpen volgende week, dus ik ben er ook niet... pronostiekje, inderdaad, William. Je mag hem aftrappen. Sint-Truiden-Club Brugge. Sint-Truiden-Club Brugge, ik denk 1-2. Ja, het wordt een moeilijke namiddag, maar ik denk dat we toch gaan winnen. Karel? Ik ga volgen, 1-2. Ik ga voor 0-1 gaan. Een zuinige overwinning. Je voelt... overwinning. Zit erin, hè? Ja. en donderdag, William, tegen Mulder. Dat is een ander verhaal. Ik denk dat Bart Vragen de boel op scherp gaat zetten deze week. En dat hij toch de spelers gaat duidelijk maken dat het no other way is than winning en doorgaan. Dus ik denk dat we 3-1 gaan winnen. Ik denk dat we een lastige avond gaan hebben, dat we misschien op een bepaald moment op 1-1 gaan staan, maar dat we toch, zoals gisteren, uiteindelijk gaan, ja, gaan doorgaan. En ik weet niet waarom, maar ik denk dat Skoras klaar is om zijn... Hij heeft al gescoord, denk ik, hè, daarop. Accureri. Ja. Maar ik denk dat hij misschien klaar is om toch zijn eerste goal te maken. Ik vond dat hij gisteren echt heel veilig inviel. En waarvoor hulde. En hij weet dat de supporters hem graag hebben, dus... Ik denk dat hij gaat starten donderdag, dat dat ook wel gaat gestuurd worden door het bestuur. En dat hij misschien toch zijn eerste echte belangrijke goal gaat maken. Dat in hij ons gaat het anders kwalificeren. Voilà. En ik hoop wel, want ik ga nu toch even toch zeggen, ik hoop toch dat de supporters gaan afkomen. Hè. Jongens, we moeten onze ploeg steunen. Ik weet het, oké, het is veel geld. Wie weet heeft de club nog een soort last minute... cadeautje klaar liggen of zo, weet ik veel. De volgende ronde, een halve prijs voor degenen die geweest zijn. Dus we moeten onze ploeg steunen en het blijft Europees. Europees is Europees, dus bluf de hand. Bluf de hand. Karel, jouw pronostiek. Ik ga ook weer volgen 3-1. Hopelijk wordt de boel op scherp gesteld en werkt dat nu ook eens. En dan zien we wel waar we landen. Hè. Ja, ik ga... voor een gelijkaardig scenario gaan als een vorige keer dat we ooit tegen een Noorse ploeg speelden. We gaan 2-1 winnen en op penalties door, net als tegen Valaringen destijds. Als mensen zich nog herinneren, voor de kwalificatie van de Champions League was dat toen in 2005, 2006. Dus 2-1 winst en door na penalties. Kan ook altijd leuk zijn. Ja. Dan heb je wel waar voor je geld, hè? Want dan krijg je nog een keer een half uur bovenop. Dus een half uur gratis. Misschien is dat wel de tactiek van club. Ja, het is een USP. Wie weet, het zal moeten blijken. Alright, Karel en William, bedankt om erbij te zijn deze week. Ik denk dat we jullie alle twee in de playoffs gaan terugzien. Ikzelf ook trouwens. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Kijk eens voor te kijken. En volgende week zijn er drie andere mannen die de aflevering gaan inblikken. Tot dan. Carrasco, daar is het. En daar is het. Met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal! Van Aken! Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3! Scott Olsen! Franke van der Elf, en dit is... Meijer heeft tijd om te kijken.